NKC Sport. De podcast over alles wat met sport te maken heeft in de Noordkop. De gast van vandaag is David Loggie, 66 jaar, woont in Callensoog, komt uit het Engelse New Biggin by the Sea. Speelt bij voetbalclubs als AZ, Willem II en Sparta. En nu is hij golfleraar, onder andere bij Golfbaan Rechthuis in Winkel. Ja, welkom David. Hoe gaat het ermee? Het gaat hartstikke goed. Dankjewel. Ja, sta je nog veel op de golfbaan? Ik sta veel, maar eigenlijk te weinig. Wat, wat, uh, wat is veel? Nou, ik sta er vijf dagen de week op de golfbaan, ja. En dat noem jij te weinig? Ja. Ben je zo verknocht aan het spelletje? Ja, ja. ik ben ermee opgegroeid, dus uh, ik ken eigenlijk niet anders. Ja, we gaan, uh, we gaan het straks uh, uitgebreid over golf hebben, maar eerst even over je voetbalcarrière. Want Wanneer ben je begonnen met voetballen? Ik ben begonnen met voetballen toen ik een jaar of uh, 7, 8 was. En uh, al door die, al die schoolvoetbal, uh, de landelijke voetbal, voor... Uh, Selectie teams. En uiteindelijk ben ik uh, uh, naar Burnley gegaan. Toen was Burnley een van de top drie clubs van Engeland. En uh, daar heb ik als, uh, ben ik begonnen als leerling professional. Ja, maar wanneer kwam je erachter dat je wel iets beter kon voetballen dan anderen? Nou, het is niet een kwestie van dat je zelf achterkomt, maar je, je wordt op een gegeven moment voor de uh, gekozen. En uh, in Engeland is het zo dat uh, het bas van al die wedstrijden was van de uh, scouts van verschillende clubs en dan word je benaderd door die scout en uitgenodigd om proefwedstrijden of proeftraining te gaan doen bij de betaalde club. En volgens mij heb je ook nog voor een lastig dilemma gestaan. Had de keus tussen profvoetbal en profgolf. Keuze had je ja. Ja. En waarom heb je uiteindelijk voor voetbal gekozen? Nou, in die periode, uh, want we praten over natuurlijk een aantal jaren geleden, uh, was er geen Europese tour. Er was alleen de, de top 10 spelers ter wereld. Arnold Palmer, Gary Player, Jack Nicklaus, Lee Rivino, Tony Jacklin. En um, dat was het. En er waren maar 10 of 12 wedstrijden per jaar. Dus de keuze was niet al te moeilijk. En uh, nou, toen begon je met het spelen bij Burnley, hoe, hoe, was die, hoe was die tijd daar in Engeland? Nou, het is uh, heel anders dan hier natuurlijk. Um, als leerlingprof uh, moet je s morgens moet je gewoon uh, werken. Dus uh, schoonmaken, kleedkamers uh, schoonmaken, wc's. Uh, is er is een wedstrijd gespeeld, dus je, je maakt het stadion ook schoon. En dan de middag gingen wij trainen. Um, en dat, dat gaat gewoon uh, afhankelijk van hoe de, de club jou ziet als een talent. Uh, een jaar of twee jaar. Dus vanaf je zeventiende mogen ze. Of mochten ze toen in de tijd een vol prof contract aanbieden? Naar Burnley ben je naar York City gegaan en toen ben je in uh, 1980, als het goed is, ben je naar Sparta gekomen. Ja, ja dat klopt. Uh, ik zat bij York en uh, ja, dat, uh, dat kon ik niet vinden. Zeker niet op de trainen en ook de spelstijl en uh, waar ik moest spelen. Um, dus ik zeg, nou, ik zeg: ik wil eigenlijk hier weg. Dus uh, hij zegt: nou, hij zegt dan. Uh, hij zegt dan: Ga ik even overleggen met, uh, met het bestuur. Die zei, Laat mij nou gewoon lekker trainen en spelen met de tweede helft al. En uh, nou, dat vond hij goed. Uh, dus ik speelde de wedstrijd thuis uh, tegen Halifax Town. Won een 7-0, maakte ik vier goals. en Ik lof er drie uh, klaar voor anderen. En na de wedstrijd ben ik naar de spelerschap gegaan. En ik loop de, de, de ruimte binnen. En daar zit een, een kale meneer. En hij stond op, loopt naar me toe. En stelde zich eigenlijk voor als Barry Hughes. Ja, en toen zei hij: Ik wil jou hebben. Nou, hij, hij was uh, onder de indruk, uh, vond hij. Dus op uh, een gegeven moment hebben we afspraak gemaakt dat ik uh, naar Nederland zou komen kijken. Maar ik had andere afspraken, uh, onder andere in Frankrijk en Portugal. Uh, dus die, uh, die hield ik uh, aan. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En uh, eigenlijk, ja. Op een jaar na ben ik eigenlijk niet meer weg geweest. Ja, maar ik kan je nog herinneren dat je voor het eerst in Nederland was? Ja, ik kan het heel goed herinneren. Het was uh, een totaal andere cultuur. Totaal anders uh, dan waar ik gewend was. Ja, en uh, dan heb je dat jaar bij Sparta, heb je Barry, uh, Barry Uch als trainer. trainen. Hoe, hoe was hij als trainer? Barry was. Uh, ja, het was niet alleen mijn trainer, maar was ook uh, uiteindelijk een vriend. Um, hij was een fantastische vent. Je kon vreselijk met hem lachen. Maar hij was een meester in uh, mensen te stimuleren. Uh, hij hield van open voetbal, aantrekkelijke voetbal. Um, en kon natuurlijk echt een mindere speler echt zo gigantisch stimuleren. Om spelers zoals Van Gaal, Dick Afrikaat, uh, Danny Blind, uh, Ruud Geels... Ja, uh, zijn niet de minst. Nee. Dat hun eigenlijk de op werk op knapte. En, en hoe stimuleerde hij de spelers dan? Ja, op zijn manier, dat, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Het was gewoon een manier dat hij kon je gewoon zo, zoveel zelfvertrouwen geven. En, uh, maar hij was ook doodeerlijk, want hij kon ook rustig tegen één of twee spelers zeggen luister, je kan niet voetballen, maar je kan vreselijk wel uh, hard werken en uh, opruimen. En als je een bal hebt, ik zeg, geef het gelijk af. Ja. Dus zo was hij. En hij, hij, is, hij. Hij is wel voor mijn tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij kwam altijd, uh, ik, ik heb nog beeld terugzien. Ik kwam over als een hele gezellige man. Is dat, uh, kan dat ook dan niet tegen je gaan werken, dat je hem niet meer serieus neemt of? Nou, met, uh, met Barry was het zo dat hij kon het zo brengen. Dat je je kon vreselijk om hem lachen, met hem lachen. Uh, maar als je ging werken, dan ging je echt werken. Toen was jouw algemene tijd bij Sparta, die, die twee jaar? Ik heb een hele leuke tijd uh, gehad bij Sparta. Uh, en nou, uiteindelijk werd ik, uh, werd ik uh, gewoon verkocht aan, aan een leerster. En uh, waarom werd je verkocht? Had het te maken met een, bijvoorbeeld het incident met Huub Stevens? Ja, dat, had, uh, dat was de hoofdzaak dat, uh, dat Sparta mij verkocht heb. Um, ...na dat uh, opstootje met Stevens, dat klopt, ja. ja en kan je dat... Uh, ja, ...ik denk niet dat alle luisteraars weten van het opstootje... ...wat, wat is daar precies gebeurd? Nou, wat er gebeurde was... was ...dat uh, was een duel. We lagen allebei op de grond. Uh, Stevens draaide om en uh, haalde uit... ...en gaf me gewoon echt de doodschap... ...tegen mijn dijbeen aan. Ik draaide om dus... ...en ik gaf me nog een hoek. En uh, ik stond op. Schijn zegt, er kwam redelijk achter me aan... ...om een kaart te geven. Ik zeg, ik weet het al, dus... Uh, en Stevens ging met de brandkraam van de veld af. Heb, heb je hem daarna nog wel eens gesproken na dat incident? Of? Nee. nee. Nee, dat hoeft ook niet meer, denk ik. Nee hoor, nee. Ja, toen, toen ging je naar België. Uh, mist je Nederland toen? Want je, na een jaar kwam je alweer terug eigenlijk. Nou, Ik wist niet dat ik Nederland miste. Um, want ik... Uh, naar nou, Leersen, ik woonde in een klein dorp, of ik ging een klein dorp wonen. We zijn verhuisd in uh, november. En 7 december... Ben ik benaderd door AZ, um, dus uh, ik heb daar heel kort gewoond in België. Het uh, was een leuke club, moet ik zeggen. Ik speelde ook met Johan Boskamp, onder andere, um, en AZ heeft me gekocht, want ze, ze, ze wilden een, een spits. Ja, en, en toen ben je weer terug naar Nederland gekomen en nou, eigenlijk ben je nooit meer weggegaan? Nee, nee. En uh, wa waarom, uh, waarom ben je in Nederland gebleven? Nou, je, je vrouw, kinderen zijn hier uh, geboren. Uh, en je, ja, op een gegeven moment, uh, de vrienden wat je hebt in Engeland, dat, dat, dat verwaardert. Um, en je hebt natuurlijk hier ook uh, je, je familie uh, opgebouwd, uh, je vriendenkring opgebouwd. En uh, ik heb het gewoon naar mijn zin hier, dus uh, waarom zou ik dan uh, terug gaan? Nou, ja, misschien lonkt er nog ergens een mooi Amerikaans avontuur aan het einde van je carrière. Nou, nooit voorbij gekomen. Nou, dat, dat, daar was sprake van, uh, maar dat heb ik nooit gedaan. En uh, je hebt bij verschillende uh, clubs in Nederland gespeeld: bij Sparta AZ, Willem 2, Kambuur. Uh, uh, welke club heeft nou het, uh, ja, het, uh, de mooiste herinnering voor jou? Nou, ik kan niet gewoon zeggen één club, want uh, ik heb bij Sparta fantastische herinneringen gehad. Uh, bij, uh, bij AZ ook fantastische tijd gehad, leuke herinneringen. Maar bij Willem twee ook. Maar waar, waar was je mooiste tijd, laat ik het zo vragen. Ja, wat is je mooiste tijd? Uh, ik, wat ik zeg, uh, ik denk dat is AZ, Sparta, die twee clubs, daar heb ik gewoon fantastische tijd gehad. Ja, en uh, nou ja, de profvoetballers van toen uh, die, zijn, uh, ja, die, die konden nog hele andere dingen doen dan de profvoetballers van nu. Jij was ook wel een levensgenieter. hè? Ja, ja. Maar het, 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 is, het is toch een, een, een totaal andere sport geworden. Het is uh, meer uh, business dan sport, vind ik. En dat vind ik jammer. Het is niet te goede voor het spel. Maar uh, het is zoals het is. In ja, jullie tijd kon je ook gewoon nog lekker uitgaan. En dat doen ja. spelers nu ook niet meer. Nou, dat, 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 dat zeg ik niet dat ze niet meer dat doen. Uh, want ik ga ze niet uh, volgen, maar uh, nee, nee, nee. na de wedstrijd gingen wij gewoon rustig naar de spelers om En dan met een hele groep gingen we vaak de stad in. En, en was er dan uh, bijvoorbeeld in, in jullie tijd de hele week feest? Of? Nee, 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 nee. Maar hier was je toch even goed bezig met je vak. Ja, en uh, nou, nou heb je ook verschillende uh, trainers gehad in, uh, in Nederland. Wie, uh, en, nou, ook niet in, niet in Nederland, ook in Engeland. Wie heeft op jou nou het meeste indruk gemaakt als trainer? Uh, de meeste indruk... Ja, ik moet toch zeggen, Barry Hughes. Ja? Ja. En de, is dat gewoon omdat hij mensen zo kon motiveren? Ja. Maximaal eruit te halen, mensen echt zelfvertrouwen geeft? Ja, ja. Onder, niet alleen dat, maar uiteindelijk Barry werd ook een vriend van me. En uh, we gingen uh, regelmatig samen ook golven. Dus uh, ja, dat, dat geeft toch een, een andere soort binding. Ja, en die band had je met andere trainers niet? Nee, maar... dat. Je, ik heb het eigenlijk altijd best wel redelijk uh, goed uh, gevonden met de, de trainers wat ik heb gehad. Uh, op één na. Maar goed, uh, voor de rest. Uh, Jij je, je had bijnamen als Het Beest en de, de Kamikaze-piloot. Uh, yeah. Snap je die bijnamen? Nee. Nee, want uh, ik uh, voerde mijn uh, werk uit. En uh, ik was gewoon niet bang. En omdat ik niet bang was, ja, dan kom je soms in situaties waar. Weet je, het lijkt misschien gevaarlijk, maar ik zag dat gevaar niet. Ik was gewoon met de vak bezig en uh, ik wilde winnen. Ja, gewoon een harde werker, eigenlijk. Dus ja, ik wil nog even één ding weten ook. dus, ik, uh, want ik, ik deed het onderzoek naar jou toen. Las ik in een, een stuk van Hard Gras, las ik een verhaal over jou en René van der Gijp... die ooit door de achtertuinen van Dordrecht zijn gegaan om slipjes nou, van de waslijn te halen. Helemaal, handen. die verhaal klopte echt helemaal niets van. Nee, nee, want ik was het sowieso niet. Uh, of René dat gedaan heb. Misschien wel, maar is wel met een ander. Ik heb daar helemaal niks, niks mee te maken gehad. Heb je wel ooit zulke praktijken uitgevoerd? Nee. Geen, geen gekke dingen bij het uitgaan? Nee. Nou ja, natuurlijk ook. Wat is gek? Wat is gek? Gewoon oh, nee. altijd lol gehad. Ja. Maar niet uh, je hebt, Jij hebt niet die slipjes van die gehad? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. En, en, uh, nou, je hebt met heel veel mensen gespeeld. Had je nog een favoriete teamgenoot? Nou ja. Als je, je hebt zoveel spelers meegemaakt uh, om een favoriet te zeggen. Je kan toch met een speler een bepaalde band hebben? Nou, ja, ik heb altijd uh, banden gehad met, uh, met spelers waar ik, waar ik gespeeld heb. Uh, bijvoorbeeld bij AZ was, was Hans de Koning. Uh, maar we woonden gewoon 15 meter van elkaar af. Uh, we hebben nog steeds ach, af en toe uh, wat contact, maar dat wordt ook natuurlijk steeds minder. Uh, bij Sparta kwam een andere Engelsman Pieter Robinson uh, Nou we in een appartement, dus ja daar heb je ook een. en hij komt uit dezelfde dorpen als ik in Engeland. Dus dat is ook uh, iets uh, denk ik iets bijzonders. Later kwam ook Joey Jacob naar AZ. Hebben we ook samen gespeeld bij Burnley. Hey, je zegt Hans Koning gaat nog wel eens bij Schaag United kijken ook wel. Nee dat, die, 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 tijd, die, die tijd heb ik niet voor. Heb je niet voor. Nee, en, en je bent ook zelf nog even trainen geweest bij JVC in, in Julianendorp. Ja, klopt, ja. Hoe, eh, hoe, hoe was dat? En, en wilde, je, wilde je gewoon nog wat doen met voetbal? Dat je dacht, dacht ik, ik ga nog een, een club trainen? Nou, eigenlijk, uh, het leek een, een logisch uh, vervolg van, uh, van. van het moment dat ik stopte met voetbal. Uh, maar toch in de voetbal te, te blijven en uh, daarmee een beetje te ontwikkelen. Um, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, en uiteindelijk ben ik uh, wat anders geworden. Dus, uh. Ja, daar, uh, daar gaan we het zo over hebben. En uh, nu is het eerste tijd voor onze vaste rubriek. Het NKC Sport, Sportidol. Ja, David, wie, uh, wie is jouw Sportidol? Wie inspireert of fascineert jou? Oh, Sportidol, uh, voor mij was, 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 was duidelijk Jackie Charlton. En, en waarom hij? Nou, de reden dat Jackie uh, mijn sportidool is, um, was één. Hij komt uit een dorp dat ongeveer drie kilometer uh, van mij uh, waar ik vandaan kom. Um, en zoals de mensen dat Jackie kennen of hebben gekend, um, zullen weten dat hij was uh, echt gek op vissen en, uh, en jagen. En uh, omdat ik woonde in, 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 in een klein vissersdorp. Dan uh, liep ik uh, één dag naar uh, de strand en ik zie Jackie Chalder daar staan vissen. Dus ja, ik was, weet ik weet niet, elf, twaalf misschien, misschien dertien. En uh, ging even met hem praten. En uh, ja, aan het einde van het gesprek zegt hij: Nou, hij zegt, ik ben hier over een week of drie, vier. Ik zeg, uh, uh, neem ook je hengel mee. Nou, dat heb ik gedaan. Dan hebben we misschien uh, een aantal keren samen zitten vissen daar. Het was altijd leuk, gezellig. En het is gewoon een man van. Van eigenlijk een, een mijner. Het was is, het is gewoon een werkende man. Um, geen kapsjones, fantastisch, beide voeten op de grond. Ik ging voetballen bij Burnley en uh, we speelden een wedstrijd thuis tegen Leeds United. En Jackie Charlton stond uh, tegenover mij. Ik kreeg een bal bij de middellijn. Ik uh, speelde de bal door zijn benen en loopde hem heen en weg. Vijf minuten later heb ik de maan geraakt, want hij gaf me een schop. Ik ging gewoon 100 meter de lucht in. Ik lig op de grond. Hij buigt over, me geeft mijn hand, trekt me overheen en zegt: We kunnen samen gaan vissen. Hij zegt: Dit doe jij nooit meer. Daar nog nooit meer gedaan? Je? Nee. <laughs> nee. En jullie, jullie waren goede vrienden. Waar, waar gingen die gesprekken tussen jullie dan over? Is dat, gaat het over voetbal of eigenlijk van alles? Oh, het, is, het was over alles, behalve voetbal. Behalve voetbal Linken jullie ook een beetje op elkaar qua persoonlijkheid. Jackie was een uh, een werker. Nou, jij, uh, jij ook volgens mij dat je yeah, dit zegt. Ja, yeah. dus ik denk we hadden wat overeenkomst met elkaar, maar hij was een voorstopper en ik was een spit. Ja, jij was een spit. <laughs> yeah. Ja, nou, ik heb ook even een fragment meegenomen. Laten we daarna gaan luisteren. So out of the dressing room, up the corridor, into the Manchester United dressing room. <laughs> And he, he was across there, and I went across to him and I went, Hey, I, you'll never believe this. I said, But I've been selected to play for England against the Scots, were you at Wembley in May? No. And he, he sat there and he, they were a bit depressed, of course. And he looked up at me and he went, I'm pleased for you. <laughs> <laughs> Hier ja, vertelt Jack over het feit dat hij erachter is gekomen. Dat hij geselecteerd is voor het eerste nationale team. Uh, Leeds heeft dan net tegen Manchester United gespeeld. Leeds heeft gewonnen. Ja. En hij loopt eigenlijk naar de, de kleedkamer van Manchester United toe waar, ze, waar zijn broer zit. En uh, hij, ja, hij vertelt eigenlijk dat hij geselecteerd is aan zijn broer. En die reageert op deze manier. Ja, ja, is, is, ja. Dit, uh, is dit Jack ten voet uit? Ja, dit is Jack. Dit is uh, doodeerlijk en gewoon recht toe. Dat is echt fantastische het. Ja, hij, hij overleed in uh, 2020. Hoe, hoe was dat voor jou? Nou, ik. ik ja, het is altijd triest natuurlijk. Um, maar ik denk dat voor hem en voor zijn gezin was het misschien het beste. Want uh, het ging niet goed met hem. Nee, maar. maar ja, dan, ja, nee, het ging niet goed. Maar dan kan je er misschien wel een beetje voor Maar ik denk dat het toch ergens. Uh, ja, wat, wat, wat voelde je toen je het nieuws binnenkreeg? Uh, groot gemis. Groot gemis. En toch uh, een beetje verdrietig. Ja, en jullie hebben ook veel meegemaakt. Wat is dan de mooiste herinnering die je hebt met, uh, met Jack? Nou, dat verhaal, dat word ik verteld op de veld. Ja, dat je weer neergeschroft Ja, dat weet je, maar, maar hoe hij reageerde. En, ja. En uiteraard wat je net gehoord in die uh, in dat clip dan de uh, dialect. Want dat is ook mijn dialect. Als ja, ik, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik kan het heel moeilijk verstaan. Hoor. Nou, wees maar gerust want Engels verstonden stonden zo. Uh, <laughs> dat, is, uh, dat is fijn. Hey, uh, Golft je ook met, uh, met Jack? Of? Nee, nee, Jack is uh, later gaan golfen, uh, maar ik heb nooit met hem gespeeld. Ja, en nou ja, je zei het aan het begin van de podcast al. Uh, ja, je kon de overweging maken of te gaan profvoetballen of te gaan profgolfen. Hoe, hoe ben je ooit bij het golfen gekomen? Nou, eigenlijk begon ik met golf voordat ik begon met voetbal. Maar goed, uh, mijn grootouders golfden, mijn ouders golfden. We woonden 100 meter van de golfbaan af in Jubbeken. En uh, mijn vader, die was schoolleraar, maar was ook uh, begeleider van de, de jeugd op de golfclub. Ja. Dus, uh, ja. om in Nederlandse termen te spreken met de paplepel ingegoten <laughs> letterlijk gevaarlijk. <laughs> <laughs> ja, op een gegeven moment, uh, nou, je, je ging dan voetballen en dan uh, stop je met golf. Maar tussen het voetballen door heb je nog wel golf, neem ik aan. Ja, 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 ja. ja. ja maar niet al te veel. want Die tijd had je eigenlijk niet. Nee. Golf is vrij tijdconsumerend. Ja, nou, nou, zeg je, uh, ja, je, ben, je was een harde werker met voetballen. Ben, ben je ook een, een harde werker met golf, of kan je dat, kan je dat zijn? Ja, maar, wat noem je harde werken. Het is uh, het is meer de, de, ja, een instelling van hoe hoog wil ik de lat leggen voor mezelf? Wat wil je bereiken? Um, en als ik een sport doe, dan, dan doe ik het om te winnen. Dus ik uh, probeer altijd de, de maximaal uit te halen wat bij mij erin zit. En uh, ik denk dat dat. Redelijk gelukt is. Wanneer ben je golven weer echt serieus op gaan pakken? Is dat eigenlijk nadat je uh, ja, je schoen aan de wil hangen en gestopt was met voetballen? Of? Ik ben, uh, hoe heet het eigenlijk, in uh, 2002 uh, begonnen met, uh, met, met lessen geven. Ja, met lessen geven, maar daarvoor, uh, daarvoor heb je het hobbymatig wel heel veel gedaan, denk ik. Uh. Jawel, jawel. Ik heb uh, in, nou, zelfs in 2002. Uh, heb ik, was ik Nederlands kampioen van de Jaguar en die heb ik Nederland vertegenwoordigd in Schotland. Um, dat was eigenlijk twee jaar voordat ik eigenlijk echt uh, zeg maar prof uh, werd. Ja, uh, want, want uh, hoe, hoe ziet de, ja, de wereld van de profgolf? Hoe zag dat eruit? Wat toen? Ja. Ja, is, kijk, er is een heel groot verschil tussen een profgolfer zoals mensen uh, kennen. Uh, bijvoorbeeld uh, Tiger Woods. Ja, ja dat, dat zijn, is wel de bekendste. Ja, um, is een profgolfer. Uh, Luiten is een, is een profgolfer. Maar ik ben een, een teaching professional. Dus ik geef les, ik leid mensen op, ik leer ze zelf golfen. Dus als je zelf zou willen, dan kan je bij een rechthuis terecht... En dan kan, je, dan kan ik hier de spellen leren. Ja, en, en hoe, hoe vind je dat om, om mensen uh, golf te leren? Ik vind het geweldig. Kijk, het, kijk het, het is voor mij een hobby. Ik heb twintig jaar betaald voetbal gespeeld. Ik werd gewoon in mijn periode best wel leuk betaald uh, om mijn hobby uit te voeren. En nu verdien ik ook mijn geld om mijn uh, hobby te, te voer, uit te voeren. Dus ik denk dat ik een van de hele gelukkigste mensen in Nederland ben. Heb je ooit gewerkt? Vraag ik je. Ja, wel, jawel. Ja, het is ook werk. Ja, 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 maar heeft het ooit gevoeld als werk? Nee. Nee. Nee, nooit. En mag ik vragen, wat, wat maakt golf zo'n bijzondere sport voor jou? Want ja, je hoort het niet heel veel. Het is uh, elke dag anders. Want, uh, het is niet alleen een bal raken. Uh, maar het is ook te rekening houden met de weersomstandigheden... Uh, en je kan een golfbaan spelen honderd keer. Maar je zal nooit twee keer van exact hetzelfde plek slaan. Dus het is altijd anders. Jij geeft lessen. Doe je dat alleen in winkel of ook nog op andere plaatsen? Ik geef nu lessen op uh, rechthuis en winkel. Uh, maar ook op de marine golfgroep in Den Helder. Ja, dus, uh, dus eigenlijk ben je door de hele regio door ben je bezig met golfen? Ja. En uh, heb je nog een, een favoriete baan? Uh, pff, niet echt, nee. Ik heb uh, zoveel banen gespeeld om te zeggen, nou, dat is mijn favoriete baan. Uh, een baan wat ik uh, fantastisch vind, uh, maar wordt nooit gezien als een topbaan. Uh, dat is alleen puur door de infrastructuur. En uh, dat is eigenlijk kilometer 20 uh, waar ik vandaan kom. Dat heet Baanburg Castle. Dat is fantastisch mooi aan het zee daar. En, uh, geweldige baan. Maar het is niet echt een bekende baan. Nee, ik, ik moet zeggen, ik heb, er ook, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Ja, we, we, de tijd zit er bijna op. We gaan afronden. Hoe lang wil je nog doorgaan met, met golfen? Totdat ik niet meer kan lopen. En dan nog wat lekker te doen. Ja, is het, uh, is het, is het zo, uh, zo speciaal voor jou, golf? Ja, het zit gewoon in je bloed. En uh, het is iets waar wat ik zeg, ik ben mee opgegroeid. En, uh, het is elke dag anders. Maar niet alleen dat. Het is de sociale contacten die je maakt met golfers ook. Dat maakt het ook zo aantrekkelijk. Rij je trouwens in zo'n waagje of loop je gewoon met zo'n zo tas? Ik uh, loop met de tas. Um, nou, ik ga het, uh, dit weekend toevallig met een golfreis naar uh, de Algarve. Um, maar dat is al wel een paar keer dat je wel met een, uh, een buggy uh, gaat rijden. Want uh, dat is wat, wat anders dan hier. Hoe, hoe, uh, doe, je, doe je vaak zo'n golfreis? In principe doe ik zo en zo elke jaar één keer. Uh, met de bedoeling dat uh, er mogelijkheden zijn uh, om meer reizen te maken. En, en wat, wat gebeurt er op zo'n golfreis? Is dat alleen maar golfen of ga je nu ook nog wat andere activiteiten ondernemen? Nou het, in principe is het, uh, de, de doelstelling is gewoon om te golfen. Maar we, ik heb een, eigenlijk een hele vaste groep die, dat elke jaar dat we de, de, dit doen. En uh, we hebben het gewoon, het is gewoon eigenlijk groot, één grote feest. En ik bedoel, feestgezelligheid. Dit is niet gekke ga je eruit halen. Maar. Uh, het is gewoon heel mooi te doen. En het is gewoon heel leuk om weer iedereen te zien en bij elkaar. Want we zijn gewoon één grote groep. Nou, dat is uh, mooi te horen. Tot slot, mijn laatste vraag: voetbal of golf? Voetgolf bedoel je? Nee. Als je een keuze zou moeten maken. Oh, vo vo uh. voetbal of golf? Dan voetgolf? Nee. <laughs> nee, niet voetgolf. <foot> nee, <hijuck> nee, nee, nee. Um... Lauwens, zo zeggen, als je er uh, terug. Zouden gaan qua leeftijd en deze periode zou ik misschien, uh, misschien voor golf gaan kiezen. Nou, dat, uh, dat lijkt me een mooie afsluiting. Veel plezier in de Algarve en uh, hartstikke bedankt voor je komst, David. Graag gedaan. Dit was NKC Sport. Volgende week een aflevering